Het onderhoud van gebouwen binnen het defensieapparaat wordt stapvoets en op een zorgvuldige wijze aangepakt. Dit zei defensieminister Krishna Kumari Mathura eerder deze week aan journalisten naar aanleiding van beelden over onhygiënische situaties in de keuken van de Mimrebuku-kazerne. De minister stelt dat de achterstand in het onderhoud niet mals is. Die achterstand is niet ontstaan nu, vorig jaar of 3 jaar geleden. Het is een jarenlange achterstand. Niet alleen in de kazerne, dwars door heel het ministerie van Defensie, op het hoofdkantoor, bij de MH, overal. Alle detacheringsposten. Het is gewoon een gigantische achterstand die we moeten inhalen. En in een crisis is het niet business as usual dat je alle middelen hebt voorhanden en dat je kan renoveren en herstellen. Je gaat zorgvuldige keuzes maken en de keuzes die we maken, die delen we ook en we leggen ook uit waarom we die keuzes maken. Het beleid is erop gericht om elk jaar 6 tot 7 ruimtes te renoveren, te herstellen, op te knappen. Dat doen we, zodat we inderdaad die achterstand in termijnen inlopen. De bewindsvrouw benadrukt dat de gepubliceerde beelden van de situatie in de keukens van kazernes en andere gebouwen niet overeenkomen met de realiteit. Volgens haar zijn zaken al aangepakt en zijn de ruimtes nu vele malen netter. Mathura geeft aan dat de attitude van het personeel ook gericht moet zijn op een schone omgeving.